Ik heb 10 verschillende tips waarmee jij kan besparen op jouw 4G-kosten als je op vakantie bent. Hey, en wat top dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video hier op TechTime. Ik ben Marco en de meeste van jullie hebben op dit moment zomervakantie. Je gaat alle kanten op, je kan lekker gaan reizen door Nederland of je gaat lekker aan de gang in Europa. Maar je hebt misschien ook mobiel internet. En hoe kan je nou voorkomen dat je in één keer heel snel door je bundel heen gaat? Dat leg je uit in deze video. Geef deze video massaal een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het even snel. En volg je ons nog niet op Instagram? Doe het even snel. We hebben op dit moment nog een giveaway lopen. En aanstaande vrijdag komt daar de uitslag van. Dus wil je nog even meedoen? Ga even naar de Instagram page. De allereerste tip is best wel obvious. Zet je 4G alleen aan op het moment dat je het ook echt gaat gebruiken. Stel, je hebt dus een kleine bundel, dan zal het enorm gaan schelen als je ook je mobiele netwerk uitzet op een moment dat je dus daar geen gebruik van wilt maken. Wat hier dus het geval is, in dit geval zou jouw telefoon dus niet verbonden worden met het mobiel internet en dat bespaart ook aanzienlijk op jouw databundel. Op het moment dat je dus bijvoorbeeld wel nodig hebt, dan doe je gewoon heel simpel het schuifje naar rechts verplaatsen of je tikt er gewoon heel simpel op en dan heb je weer gewoon 4G of 3G, ligt eraan waar je bent. De tweede tip die ik voor je heb, zorg ervoor dat je de autoplay functie hebt uitgezet in bijvoorbeeld Facebook, Twitter of op Instagram. Deze apps staan erom bekend om video's automatisch al af te laten spelen en video's kosten bandbreedte. Dus je zal ontzettend veel besparen door deze optie dan uit te zetten. Hoe je dat precies doet, dat zie je momenteel hier op het scherm. Het is echt ontzettend handig als dan al deze functies ook gelijk uitzet. Hiermee bespaar je ook gelijk weer wat data en dat zal je ook zeker gaan merken in jouw totale bundelverbruik. Want het is natuurlijk heel irritant als je in één keer door je databundel heen bent. De derde tip is best wel obvious. Probeer zoveel mogelijk videostreamingdiensten te vermijden. Gebruik bijvoorbeeld YouTube, Amazon Prime of eventueel Netflix of iets anders wat je gebruikt. Dat ga je dan echt zeker merken aan jouw databundel. Want die gaat dan in één keer heel erg snel naar beneden en ben je ook heel snel door je bundel heen. En dat is iets wat je eigenlijk niet echt wil. De volgende tip die ik je wil meegeven, probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van light apps. Wat hier nou het voordeel mee is, deze speciale apps comprimeren de data. Dus in plaats van dat je zo'n groot pakket hebt, is één keer veel kleiner geworden. En daarmee haal je dus in één keer veel minder data naar binnen, terwijl je toch eigenlijk hetzelfde inhoud te zien krijgt. In Android 6, Android 7 en Android 8 heb je ook de optie om databesparing aan te zetten. Zet deze optie ook aan. Hiermee zal je telefoon nog zuiniger omgaan met jouw mobiel internet en kun je dus alsnog langer meegaan met jouw bundel. En hiermee wordt jouw mobiele data-abonnement gelijk wat minder snel opgeslurpt. Zo wordt door middel van deze functie bijvoorbeeld de afbeeldingen pas weergegeven op het moment dat je erop tikt. Stel, je bent dus op vakantie en je wilt dus gebruik maken van internet. Kijk eventueel naar een goede wifi hotspot. Houd er wel rekening mee, niet alle gratis wifi hotspots zijn ook veilig. Controleer daar ook heel goed op. Hiervoor gebruik ik zelf de Avast Wi-Fi Finder app. En hiermee kun je dus heel eenvoudig al kant-en-klare hotspots in één keer op je telefoon zetten. En op het moment dat je in de buurt zit, krijg je daar een melding van. En je krijgt ook gelijk te zien hoe snel de verbinding is. Wel zo makkelijk, mocht je even een video'tje willen gaan uploaden, dat je dan niet in één keer met een halve megabit upload zit, maar bijvoorbeeld een verbinding van 6 megabit. Maar moet je dan toch gebruik maken van mobiel internet? Kies dan eventueel voor de optie om alleen gebruik te maken van 3G. Wat hier nou het grote verschil is, 4G is vele malen sneller dan 3G. Maar op het moment dat je switcht naar 3G, zal alles langzamer aanvoelen. Het klinkt misschien heel erg vreemd, maar hoe langzamer de verbinding is, hoe minder de kans dat je in één keer heel veel data gaat verbruiken. Stel, je kijkt bijvoorbeeld een YouTube filmpje op 3G, dan is de kans dat je op HD wordt weergegeven vele malen kleiner dan wanneer die op 4G is. Dan zal die in de meeste gevallen al op Full HD of soms zelfs al op 4K worden afgespeeld. In Android is het ook mogelijk om een dataplafond in te stellen. Hiermee is het dus mogelijk om per maand aan te geven hoeveel data je maximaal mag gaan gebruiken. Je kan hier bijvoorbeeld dus eerst een waarschuwing instellen dat je bijvoorbeeld al meer dan 1 gig hebt gebruikt en heb bijvoorbeeld een bundel van 2 gig. Dan kan je die dus uitzetten op het moment dat je 2 gigabyte hebt verbruikt. Houd er wel rekening mee, deze functie is niet zo accuraat ten opzichte van je provider. Want je provider is wel degene die uiteindelijk bepaalt hoeveel data jij verbruikt hebt. Is het je allemaal veel te ingewikkeld van wat ik je net allemaal verteld heb?
maak daar gebruik van Samsung Max. Dit is een app die alles in één app gepropt hebt. Je kan bijvoorbeeld een beveiligde verbinding mee gaan opzetten of jouw dataverkeer al flink gaan bezuinigen. Ook wordt jouw wifi-netwerk ook gelijk gescand van hey, zit er toevallig een hacker in de buurt? Dan wordt je automatisch al afgestoten. Dat is mogelijk met deze app. En deze app is eigenlijk gebaseerd op Opera Max. Alleen Opera is ermee gestopt en Samsung zag hier wel wat in. En dacht van hey, wij nemen jullie over. En daarmee is deze app voortgekomen en ik vind het zelf echt een super handige app om te hebben. En dan de laatste tip voor deze video. Leg je mobiel lekker aan de kant en geniet gewoon simpel van het moment. Je bent op vakantie, je bent op reis, geniet gewoon van de omgeving. Kijk niet op je telefoon, kijk niet op je laptop of op je tablet. Kijk gewoon eens even om je heen. Je mist ontzettend veel als je heel de tijd naar je mobiel zit te kijken. En door middel van deze 10 tips kun je dus alsnog gaan bezuinigen op jouw data. Heb je zelf ook nog een hele goede tip? Laat hem hieronder even achter in de reactie beneden. Ik ben heel benieuwd wat voor tips jullie nog meer hebben. Vond je dit een leuke video? Geef deze video massaal een duimpje omhoog. Ik zou het super tof vinden. Als we 300 weten gaan halen en ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even snel. Klik even op die rode knop onder de video. The Road to 20K is begonnen. Gaat het lukken om dit voor 4 september te gaan halen? Ik ben heel benieuwd. Ik heb er alle vertrouwen in. En het zou echt een super tof verjaardagscadeau zijn als we op 4 september de 20.000 abonnees gaan halen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik weer, tot ergens.